Nou, voor ons staat een artiest, beginnend artiest. Daar komt nog heel veel van. Waarom ben je gaan zingen? Ja, een beetje gek in elkaar steken. Als kind zijnde zong ik al altijd onder de douche in de badkamer. Eigenlijk overal waar ik kwam was ik bezig met muziek. Als kind ook drum, piano, gitaar, dat ik speelde van alles. Ja. Heel lang eigenlijk, ja, niks kunnen doen of durven doen, zeg maar, van optredens of zo. Dus gewoon covers. En zo is het eigenlijk een beetje gerold nadat ik Robert leerde kennen, zo bij Jeroen terecht. En dat is dan uiteindelijk gekomen in een, ja... Jeroen, welke Jeroen hebben we het daar al? Oh, Jeroen Dirksen. In Duitsland? Ja, die schrijft ook het volgende nummer. Ja, de eerste single eigenlijk. Dat is niet de eerste, de beste waar je mee samenwerkt. Nee. Heel erg blij dat ik überhaupt de kans krijg om ermee samen te werken. Ik ben heel trots dat ik die kans heb gekregen ook uiteindelijk. Ja, maar is het liedje al klaar? Heb je het al opgenomen? Nou, nee, het wordt morgen opgenomen. Wat is het voor zo'n liedje dan? Je kan het een beetje een mengeling van, ja, een beetje snelle die kant op. Oké. Dat en dan een beetje, ja, de nieuwe commerciële pop. Zoietsachtig is het. En dat is ook jouw kant, wilt? Ja. Dat is de Nederlandstalige pop eigenlijk. Ja, maar je hebt een beetje een Vlaamse tongval, klopt dat? Ja, ik ben toen ik heel klein was verhuisd naar België. Ben ook heel blij dat ik binnenkort terug mag naar Nederland. Oké. Maar ik ben dus zoveel mogelijk opgegroeid eigenlijk in België. Ja. Daar woon ik altijd. Wat ik me dan afvraag, je begint met zingen. Hoe kom je dan met dan bijvoorbeeld cameraman Robert in contact? Ja, Via. Ja, dat is inderdaad via. De wereld is natuurlijk klein. Ja, dat is inderdaad via dat ik bij Robert terecht ben gekomen. Ja. En die breng je natuurlijk met Jeroen weer in contact. Ja, klopt. En van het een komt het ander. Ja. Maar wat is jouw leeftijd? 22. 22. Dus je staat nog aan het begin van hopelijk een glanzrijke carrière. Ja, hopelijk kan ik nog heel lang doorgaan. Wat doe je in het dagelijks leven dan? Bewaking. Ik train de honden voor de bewaking. Oké. Dat gaat hopelijk binnenkort stoppen dat kan overschakelen naar de muziek. Dat is afwachten natuurlijk. Maar hoe zie je dat voor je dan, de muziek? Je moet natuurlijk nog in dat wereldje helemaal terechtkomen, zeg maar. Je moet met boekingskantoren. Ja. Is daar ook al over nagedacht? Daar met Robert volop mee bezig. Dus dat is nu even alles bekijken en alles een beetje afwachten. En veel bespreken en veel werken. Ja. Het is hard werken. Wat is jouw doel dan? 3 singles per jaar? Ja, nou ja, liefst meer als het kan natuurlijk. Om de 2 maanden, dus je gaat echt knallen. Ja, moest het kunnen wel, ja natuurlijk. Heel graag. Precies. Ja. Waar kunnen de mensen je boeken of vinden? Nu momenteel is dat eigenlijk via Instagram alles dat ik doe. En altijd via Robert kan dat ook. Via Thuis in Holland, via Visto.world kan dat ook. En via Instagram, Sepp Hendrik Official. Sepp Hendrik Official? Ja. S-A-P? Ja. Hendrik? .official. Gaan we allemaal kijken. Ja. Dankjewel. Goed.